Goedenavond, sterren. Dit is een reading voor de Divine Feminine vanavond. Haar reading gaat over de algemene energie is liefde. Deze kwam verleden week ook al eerder naar me toe. Gaat over de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke twin of soulmate. Ga ervoor, wordt er gezegd. Ga voor die liefde. En zoals je het ziet, is het een handvatting. En een belofte aan de liefde, aan elkaar. Infinity teken loopt er doorheen. Zoals zij geeft, geeft hij terug. En daarin komen allerlei nieuwe ideeën naar boven. De liefde stroomt vanuit het hart. Het is de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En je ziet dat de mannelijke het vrouwelijke draagt. Dit is eigenlijk de overal energie. Alles wat je doet, doe het met liefde. En je zult gedragen worden. Ga niet in de battle met de mind. Ga naar je hart en ga naar de liefde toe. Let op je woorden, hoe je je uitspreekt. Let op de taal die je geeft. Alles heeft een vibratie. En alles heeft een klank. En dat wat je uitzendt, krijg je dan ook terug. Embrace is haar kroonenergie. Embrace alles wat er is. We zijn van de aarde. We behoren. De aarde is niet van ons. Wij behoren tot de aarde. En we behoren tot de sterrenstof. We behoren tot het licht. En ook omarm je donkere kant. De schaduwkant. Ook al is er een donkere zijde. He, die nu ontzettend gaande is met alle energieën. Omarm deze donkere kant. Ook al is die van iemand anders. Schijn jouw licht erop. En verwerk dit stuk vanuit de aarde. Of stuur het terug naar de aarde. Of haal het uit de aarde op. En zet jezelf in het licht. Zet je licht erop. Zodat het licht van je hart hierop kan schijnen en het donkere doet verdwijnen. Het licht brengt altijd de schaduw naar zachtheid. In het donker kan je niet zien zonder licht. Dus als je het licht aanzet in jezelf, dan zal het donkere om je heen verdwijnen. Of juist ook naar boven laten komen. En dat is ook wat er in veel situaties gebeurt. Als het licht schijnt dat daar de schaduwkant naar boven komt van iemand anders. Omdat hij dat hij niet zo ver is die, om dat licht te omarmen. Maar als je dat weet, als je die wetenschap hebt, dan weet je ook dat je bij de ander kunt laten. Haar mind. Zij weet heel goed dat ze wat ze well-deserved reward. Ze heeft een welverdiende beloning gekregen. Voor al haar harde werken heeft ze zichzelf naar de top gewerkt. En daar heeft ze heel veel offers voor moeten laten. Dat gaat niet vanzelf, dit komt niet vanzelf. Ze heeft heel hard moeten werken om daar bovenop te komen. En nu staat ze in dat licht en nu staat ze daar bovenop. En ze weet heel goed dat ze verdient wat ze op haar pad krijgt. Omdat ze daar zo hard voor gewerkt heeft. Al de jaren heeft ze hard gewerkt. En eigenlijk is daar niet een erkenning uitgekomen. Ze heeft daar ook heel veel voor moeten opgeven. Een deel van zichzelf is ze kwijtgeraakt in alles. Door het harde werken. En nu doet ze het voor zichzelf en ze komt in de flow. En niet meer vanuit het moet, het moet, het moet. Nee, ze heeft zich overgegeven
aan de energie van embrace. Ik omarm alles wat er op mijn pad komt, zegt ze. En door die energie gaat zij in een flow, waardoor zij op een hogere plateau wordt getild. En waarvan ze daaruit mag kijken van zo, ik kijk terug op een hele bijzondere tijd. Een hele moeilijke tijd. Want je ziet ook, ze heeft ook de donkere kanten meegemaakt. Daar is ze uitgeklommen. En nu staat zij. En ze staat als een op een rok, zou ik zeggen. Ze kijkt nu over alles heen. En ze kijkt terug. En ze denkt van, ja, ik heb dit echt verdiend. Choose your battles. Aankomende week met deze hele zware energie. Is het bijna onvermijdelijk dat er ruzies komen, gevechten komen. Weet ook welk gevecht je aangaat. Als er mensen zijn in je omgeving die een uitval hebben met elkaar, laat ze het zelf uitvechten. Ga daar niet tussen staan, ga niet bemiddelen, maak geen keuze. Je hoeft niet loyaal te zijn naar de personen toe. Als jij in je centrum blijft staan en je blijft in je hart staan, dan sta je er ook boven. Meng je er niet in. Laat het bij de personen zelf. Ga niet bemiddelen. Ook al wordt er gevraagd, wil jij bemiddelen? Nee, neem afstand. En als je die afstand neemt, dan zal je zien dat het iets is wat tussen de anderen speelt. De schaduwen van elkaar en de spiegels naar elkaar toe, dat wordt blootgelegd. Er worden keuzes gemaakt en die keuzes die er gemaakt zijn, zijn vanuit het bewustzijn gemaakt. Niet vanuit het gevoel, vanuit het bewustzijn. En daar kan je je druk om maken of daar kun je niet druk om maken. Het beste is om afstand te houden hiervan. Accepteer de keuze die gemaakt is en laat het los. En blijf in je eigen centrum staan. Hè, deze groene straal, de straal van je hart, de straal van de rode straal en de blauwe straal. Van boosheid, vuur en communicatie. Laat de verhitte discussies achterwege en ga naar je hart en ga daarin staan. Ga niet in gevecht, ga niet in discussie, loop ook nergens voor om. Blijf staan en blijf bij jezelf. Je gaat geen ontwijkingsgedrag vertonen. Nee, jij mag er ook zijn en jij bent er ook. En je gaat voor niemand een straatje om. Maar dat betekent gewoon ook dat je bij jezelf mag blijven. Dus weet met wie je het gevecht aangaat. Ga niet het gevecht aan terug. Als je gaat vechten, dan krijg je van het een naar het ander. En het wordt alleen maar groter en het wordt alleen maar heftiger. En jij bent degene die verliest. Jij bent degene die verliest. Dus wees heel duidelijk welke battles je aangaat. Oké, wat support je? Support je, opportunities. Er komen weer mogelijkheden op je pad. En daar mag je over nadenken. Maar het is een en al. Wat je uitzendt naar het universum, komt bij je terug. En het wordt gematerialiseerd. Er komen meerdere opportunities naar boven voor je.
En als die opportunities aankomen en het is wat je gewenst hebt, laat deze dan niet voorbij gaan. Want dit is je kans. En deze opportunities die supporten jou met alles wat je doet. Wat is je challenge? De challenge in de Divine Feminine is take the lead. Stap uit je schaduw van verlegenheid, van bescheidenheid, maar stap naar voren in het licht en neem de leiding. Neem de leiding waar jij naartoe wil. Neem de leiding, geef het niet altijd uit handen, maar pak die leiding en doe het in samenwerking. Weet je, de ene keer, als ik dan kijk naar deze kaart, naar de liefde, de ene keer neemt hij de leiding, de andere keer neem jij de leiding. En zo blijft die liefde in harmonie, zo draag je elkaar. Zo, die leiding die mag teruggaan van de schaduwzijde, van het verlegenheid, van bescheiden zijn, van niet durven, van angst. Neem die stap maar naar voren en laat maar zien wie je bent. En ja, ook daarin kun je dat met liefde doen. Zachtheid. Maar soms, ja, soms, ik krijg ook te horen, soms mag je wel wat assertiever optreden. Dan mag je wel wat meer in je mannelijke energie staan. Er wordt gezegd, ja, je bent als vrouw heel zacht en heel gevoelig. Maar daarin mag je ook een leiding nemen. Maar laat niet het mannelijke altijd overheersen. Weet je, je kan de leiding nemen in zachtheid. Neem je de leiding in een masculine energie, dan kan dat nog wel eens drammerig overkomen. Kan dat nog wel eens vurig overkomen. Sorry. Maar neem de leiding in zachtheid, in de vrouwelijke kwaliteiten, in communicatie, in het voelen, in het begeleiden. Hè, niet zozeer de leiding nemen van nou, hier ben ik. Nee, ik begeleid je. Ik neem je mee. En we doen het samen, het mannelijke en het vrouwelijke. En wat zegt daar de engelenkaart over? Oeh, jee, romans. Oeh, spannend. Romantiek in de lucht. Door nieuwe opportunities en door de leiding te nemen. Daar komt een romans uit voort. Dus als je het met je zachte kant doet en in je vrouwelijke kant blijft staan en je zet je intenties uit, dan wel zeker komt die liefdesrelatie tot stand. En blijf in het centrum en blijf in je hart. Dus wat je gewenst hebt, zoals er vrouwen zijn die gewenst hebben om hun twin of hun soulpartner, dan gaat deze zeker komen. Dit is de bewijs van de engelen dat deze op je pad gaat komen. En geniet er dan ook van. Ja, als die romans gaat ontstaan, geniet ervan. Zolang het duurt. Kijk niet gelijk naar een relatie, maar geniet van de romantische energieën die er op dat moment spelen, of de liefdesenergie die er tussen jullie speelt. Hoe ziet de man de vrouw? Nee, hoe ziet de vrouw de man? Even andersom. Ja. De feminine ziet de masculine dat hij zijn schaduwkanten nog steeds niet aangaat en dat hij eigenlijk door de poort van schaduw moet gaan
om dat stuk aan te gaan. In plaats van er omheen te lopen en de donkere wolken te laten zijn die zijn. Ze ziet ook dat hij werkt aan zichzelf en dat hij zijn schaduwen confronteert. Maar ga door die poorten om die schaduw aan te gaan. Heel veel mannen gaan die schaduw niet aan, die lopen er gewoon van weg. Maar zodra jouw masculine die schaduwkanten aangaat en ermee gaat werken, achter door het poort is de verlichting, door de poort is het licht. En dan mag je in het licht gaan staan. En hoe ziet de Divine Feminine haar masculine energy? Daydreams and decision making. Dat hij aan dagdromen is over alles wat er gaat gebeuren. Over wat hij graag zou willen. Dagdromen over de relatie. Dagdromen over hun beide. Het mannelijke en het vrouwelijke samenkomen. Alle negatieve energieën die hij ziet bij haar, dat ze die de aarde in mag sturen en dat ze daarin terug mag komen in haar hart en in haar balans. Hij is geduldig en hij is liefdevol met haar. Geeft de ruimte. Zij weet en ze weet ook heel goed, of hij weet ook heel goed dat al haar efforts, al haar inspanningen om iets te manifesteren, om uit te zetten in opportunities, dat tot uiting komt en dat mogelijk is. Wat zegt de engel hierover? De engel van vreedzame oplossingen. Weet dat als je in deze liefde zit, in deze energie zit, in liefde, dat er altijd een vreedzame oplossing is voor alles. Als je met liefde bespreek met elkaar, als er dingen zijn waarin een schaduw naar boven komt, dat met liefde en zachtheid opgelost kan worden. Beide zijn, wat ik voel, beide zijn vurig, beide zijn ook zacht en begrijpen elkaar. Maar daar zit zo'n diepe liefde dat ze respect hebben voor elkaars meningen, dat ze respect hebben voor elkaar en hoe ze elkaar met elkaar omgaan. Dus dat brengt de balans tussen de schaduwkant en tussen de dagdromerij. En die dagdromen die komen van hem. En zij heeft iets van, nou weet je, als jij je schaduws aangaat, alles kan, dan doe het op een vreedzame manier. Doe het op jouw manier. Het hoeft niet op mijn manier. Als je jouw manier je schaduw aangaat, is prima. Als je hem maar aangaat, ga door die poort heen en ga in dat licht staan. En voor alles is er een vreedzame oplossing. Als je vanuit het hart gaat. Als ik hem zo ga kijken. Omarm de romans. Want dat is de enige vreedzame oplossing. Omarm de liefde. Want daar komen de vreedzame oplossingen van. Ja. Ik heb hier de clarify cards. Voor de feminine, de sun. Zij is het licht, zij is de straal, zij is de zonnestraal. Opgewekt, vrouwelijk, nieuwe kansen. Twee lovers dansen in de zon.
Genieten van elkaar, genieten van de wereld, genieten van het daglicht, van het licht wat het ze brengt. Ja? Chariot. Vooruitgang, passie, vuur, travels. Maar heel veel vooruitgang en doorzettingsvermogen. Waardoor alles wat er gebeurt in haar een succes maakt. Dus doordat zij in het licht staat, doordat zij het vertrouwen heeft in alles. En doordat zij ook de touwtjes in handen neemt. En gaat voor haar dromen en voor het zonlicht. Zal alles wat ze aanraakt een succes worden. Juist omdat zij in die overtuiging leeft van embrace. Embrace. En de liefdeskaart die haar daartoe doet zetten. Deze twee die komen heel dicht bij elkaar. De chariot en de liefdeskaart. De zeven van de chariot. Move. Dus blijf niet zitten tot het donker is opgelost. Nee. Embrace alles. Ga door dat donkere stuk heen. En ga naar dat licht. Ga werken daarmee. En dit is het resultaat. Het succes is het resultaat. Succes van alles. Alles hangt en staat met de hartsenergie van liefde. En daar wil ik het mee afsluiten voor de Divine Feminine vanavond. Mocht je in schaduwstukken zitten en het niet meer zien zitten. Ik doe starseed transmissions van starbeings. Light codes en light language. Als je daar interesse in hebt om die blokkades op te lossen. Zodat je sneller bij je twin kan komen of je zielsmaatje. Zodat alles opgelost wordt vanuit het licht. Neem dan contact met mij op via www.shoshona.nl. Of via shoshona-jackie@hotmail.com. Hotmail.com. Ik zou zeggen, voor deze week is er geen plek meer, maar er zijn nog voor volgende week en de week daarop is er nog ruimte voor Skype consulten. Dus mocht je dat willen, en anders is er vanaf 4 januari weer ruimte in de praktijk in Krijl in Nederland. Om die transmissies te ondergaan of een twin flame reading voor jouzelf. Dus laat het me weten. Ik zou zeggen voor deze week heel veel blessings en heel veel liefde. Want alles staat met liefde. Blessed be.